Hey en welkom iedereen. Vandaag wil ik het met jou hebben over de vraag wanneer een virus je grootste leermeester wordt. Wanneer een virus jouw grootste leermeester wordt, dan kan je verschillende dingen gaan doen. Je kan in een hoekje wegkruipen, je verstoppen en hopen dat het snel voorbij gaat. Of je kan het virus in de ogen kijken en vragen wat je te doen hebt. Kortom, eigenlijk de lessen leren die er te leren zijn. En waarom ben ik hier nu vandaag met het thema? Wel, ik voel dat er weer heel veel angst is. Dus tijd om weer wat liefde en rust de wereld in te sturen. Want ongeacht hoe dat de situatie met virus evolueert, je mag en kan het niet langer jouw leven laten bepalen. Tenminste, toch niet als je iets wenst te maken van je leven, in plaats van het laten voorbij en wegglippen door je vingers door een virus. Je hebt altijd een keuze, ook al lijkt het vaak niet zo, en net daar ligt je groei. Nu, het belangrijkste dat we te doen hebben in deze periode is om jezelf niet op te sluiten uit angst. Ga naar buiten, doe waar je blij van wordt en wat dat jouw energie geeft. Zoek die dingen die je graag doet. Alles een puzzel maken, een video maken, schrijven, lezen, gaan wandelen, tuinieren, als dat nog kan en als er nog dingen moeten gedaan worden. Doe die dingen waar je blij van wordt. Doe de dingen waar dat jouw energie geeft. Verbind je met je vrienden en je familie via een videocall of neem een telefoon als je niet voor video bent. Maar verbind je met de mensen en de dingen om je heen. Verbind je met de natuur. En vooral ook laat je inspireren door de natuur. Waarin dood en hergeboorte elk jaar weer stevast op het programma staat. En het verschil is dat de natuur zich daar niet door laat kennen. De natuur zegt niet van, oh nee, en gaat niet in een hoekje gaan zitten kwijlen of gaan treuren. Nee, de natuur die stroomt mee in die verandering. Want, of dat je nu wilt of niet, verandering is de enige zekerheid in dit leven. Bovendien is angst niet alleen een illusie. Het zorgt er energetisch gezien ook voor dat jouw energiefrequentie verlaagt. Dat betekent dat je energie langzamer gaat gaan trillen, waardoor dat je automatisch vatbaarder wordt voor virussen en bacteriën. Je kan het vergelijken met als je moe bent en te weinig geslapen hebt, dan wordt je immuunsysteem ook zwakker en ga je ook sneller een verkoudheid of iets dergelijks gaan oppikken. Dit werkt op dezelfde manier. En dit is trouwens één van de redenen waarom kinderen en jongeren minder vatbaar zijn voor het virus, of met andere woorden beter bestand zijn. Hun energie trilt gewoon veel sneller dan wat bij oudere mensen vaak het geval is, omdat de oudere mensen nog veel meer ballast in hun energetische systeem met zich meedragen. Bovendien is wanneer je angst ervaart een teken dat je niet in het nu leeft. Kinderen leven meestal in het nu. Tenzij hen iets anders aangeleerd werd of iets anders getoond wordt, gespiegeld wordt door ouders, leerkrachten of naasten. En wanneer je niet in het nu leeft, dan betekent dat je ofwel veel te veel in het verleden hangt en treurt over dingen die voorbij zijn, over dingen die anders gelopen zijn dan je verwacht had, of omgekeerd, je maakt je zorgen over de toekomst. Maar wetende dat je jouw toekomst creëert met je gedachten, dan ben je eigenlijk op dat moment je gevreesde toekomst aan het vormgeven, of als je in het verleden bezig bent, eigenlijk opnieuw weer hetzelfde aan het creëren. Terwijl dat eigenlijk niet jou de verwachtingen en de vervulling gegeven heeft dat je dacht ervan te krijgen. Dus eigenlijk heeft het geen zin om te piekeren over problemen die er op dit eigenste ogenblik, dus nu, er nog niet zijn. Vertrouw erop dat alles verloopt zoals dat bedoeld is en dat alles wat voor jou voorbestemd is, hoe dan ook zijn weg zal vinden om in jouw leven te verschijnen. Dus besteed jouw focus en je energie liever op wat je wenst te creëren en op wat je wenst aan te trekken. Je wilt toch geen ziekte of armoede of problemen ervaren en aantrekken? Nee. Dus hou je energie hoog en versterk je immuunsysteem. En je kan dat doen door je lichaam te ondersteunen met vitamines, met gezonde voeding, met veel water drinken, met naar buiten gaan, met bewegen, met sociaal contact op een aangepaste en manier. Hè. Gebruik een natuurlijke versterker, immuunversterker, zoals bijvoorbeeld Echinacea-druppels. Maar ook het gebruik van aromatherapie om je handen te ontsmetten in plaats van het gebruik van de chemische producten. Dat helpt ervoor om je lichaam te versterken
in plaats van het te verzwakken en eigenlijk nog meer te gaan belasten. Nu, kijk, elke fysieke pijn, elke gedachte, elke emotie die je ervaart, die is er omdat ze jou iets te vertellen hebben. Die vertellen jou iets over jezelf. En door te kijken wat dat eronder zit en dat te gaan helen, dan kan je eigenlijk weer verbinding maken met je ware zelf. Zoveel mensen zijn nog steeds een product van hun omgeving. Ze zijn dat geworden en zijn dus eigenlijk vergeten wie dat ze echt, wie dat we allemaal eigenlijk echt zijn. Dus in eerste instantie is het belangrijk om te beseffen dat we allemaal energie zijn. En dat we onze wereld, onze realiteit, wat dat we ervaren als onze wereld, als ons leven, dat we die vorm geven via onze gedachten en onze emoties. Of dacht je dat die er gewoon maar waren zonder reden? Nee, niet dus. Alles heeft een hogere reden. En het is jouw taak en jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat. Het is daarentegen mijn taak om jou de weg te wijzen naar de antwoorden en inzichten die je nu nodig hebt. Ook al is het maar de geruststelling dat alles goed komt. Het is nodig om veranderingen te aanvaarden in plaats van alles te willen gaan controleren. En dat is ook een van de grootste lessen dat dit virus ons ook leert. Mee leren gaan in die overgave. Mee leren gaan in die flow. Mee leren gaan in die veranderingen. En daarnaast, leer hoe dat je jezelf weer verbindt met je diepste kern en met een bewustzijn dat groter is dan jezelf. En of dat je het nu God noemt, of Allah, of Yeshua, of Jezus, of de bron, of het universum, het maakt niet uit welk woord hij eraan wenst te geven. Want uiteindelijk, de woorden die wij als klanken aan iets geven, zijn altijd te beperkend. Besef dat het ook hier om energie gaat. Loop mee in die flow. En dit virus geeft ons de kans om structuren en gevestigde waarden opnieuw te gaan bekijken. Dit virus geeft ons de kans om onze levens anders gaan in te richten, om onderwijs te gaan hervormen, om prioriteiten te veranderen, door onder andere niet langer kracht en macht te geven aan materie, maar dat terug te verbinden met onszelf. Om dat terug te geven aan onszelf, aan wie dat we zelf zijn, aan onze essentie. Het is niet voor niets dat zoveel kinderen niet meer gelukkig zijn in het huidige onderwijssysteem. En hierdoor overal nieuwe initiatieven naar boven komen. Maar het is ook belangrijk dat er tijd besteed wordt en dat er geluisterd wordt naar wat de kinderen van deze tijd nodig hebben. In plaats van ons gewoon te gaan baseren op de eigen ervaring van toen dat wij kind waren. De wereld is nu eenmaal veranderd en is niet meer de wereld zoals decennia terug heen was of 100 jaar terug geleden of nog verder terug. Dus dat vraagt dat we ook een andere aanpak nodig hebben, zoals met alles in ons leven. Wij, elke mens op zich, is de bron ook van alles. Dat betekent zowel van alle goede dingen, maar ook van alle slechte ervaringen. We zijn licht en schaduw. We zijn niet alleen licht, we zijn ook schaduw. Het donkere deel, dat maakt ook wie dat je bent. Dus wat voor zin heeft het om dat deel dan nog langer te gaan verloochenen? Erken het, zie het en transformeer het mee in jouw licht, zodat het jou niet meer op een negatieve manier beïnvloedt. Verander je kijk op je leven en stap ook uit het idee dat je slachtoffer bent, want dat ben je totaal niet. Werk aan jezelf. Ga op zoek naar wie dat je echt bent, voorbij wat dat anderen zeggen wie dat je bent of wat dat je geleerd hebt. Het is tijd om emotioneel volwassen te worden, in plaats van goedkeuringen en bevestiging of erkenning te gaan zoeken bij anderen. Het is tijd om zelfstandig te worden, in plaats van te hopen op ondersteuning van de overheid of iemand die jou komt redden. Nee, want dat betekent dat je dan niet de volledige verantwoordelijkheid neemt voor jouw leven en dat je automatisch jezelf klein houdt. Maar waarom? Waarom doe je dat? Enkel alleen om in een systeem te kunnen blijven passen? Een systeem dat aan het wankelen is en niet jou de vrijheid geeft, niet jou de rust geeft, niet jou het geluk geeft dat je wenst te bereiken? Nee, dat is het niet. Je leeft. En dat is genoeg om het waard te zijn om alle overvloed, alle magie van deze wereld aan te trekken en te ervaren in dit leven. En ja, ik ben niet blind voor wat er gebeurt. Zeker niet. Er zijn mensen ziek door het virus, dat is waar. En sommigen zullen ook sterven, terwijl anderen zelfs nog niet doorhebben dat ze het virus hebben. Maar zo werkt het nu eenmaal. En hoe komt dat? En waarom lijkt het zo oneerlijk? Wel, begin met het bekijken van alle gebeurtenissen in je leven vanuit een hoger perspectief. En je zal ontdekken dat sterven op dit punt in de evolutie
nog altijd de enige manier is om opnieuw te transformeren. Doordat de energie zo snel verhoogt op aarde, zijn sommige zielen gewoon nog niet klaar om de lessen die daarmee gepaard gaan te leren. En hun hogere zelf, die toeziet op de te leren lessen en de evolutie van die ziel, die kijkt of dat alles volgens plan verloopt. Natuurlijk, wanneer je als ziel door het gebruik van je eigen wil weigert de lessen te leren, dan ga je merken in de 3D-wereld en de realiteit dat die persoon blijft vastlopen. Die persoon verkiest op dat moment om de ogen niet te openen voor wat voorbij de 3D-wereld nog steeds is. En voorbij natuurlijk al die illusies die we daar zien en ervaren. Maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Het enige dat jij te doen hebt, is jouw leven te leren en jouw lessen te leren. En het feit dat je hier naar deze video kijkt, is een teken dat je wel bereid bent en dat je wel een ziel bent die klaar is om mee te gaan in die hoge energie en daarmee gepaard gaande lessen te gaan leren. Dus als je deze periode goed wenst door te komen, dan is dit wat je te doen staan hebt, of wat je mag doen. Niet meegaan in paniek. En vooral niet laten leiden door angst, want dat is een illusie. Focus je daarentegen op hoe dat jij jouw wenst te voelen in dit leven. Hoe wens jij je nu te voelen? Wat maakt je blij? Waar geniet je van? En ja, misschien kan je nog niet volledig het doen zoals dat jij wenst, omdat er winkels gesloten zijn of geen culturele activiteiten zijn of omdat de sociale contacten beperkt zijn, maar laat je daardoor niet kennen. Dit alles gebeurt omdat we opnieuw zouden thuiskomen in onszelf. Leer alleen te zijn, leer tijd door te brengen met enkel jezelf als gezelschap. Want dat is de snelste manier om te ontdekken wat dat jou blij maakt. Wat dat je echt wenst aan te trekken in jouw leven en wat dat je wenst bij te dragen aan deze wereld. De verbinding met jezelf zou jouw licht in deze donkere periode zijn. Omdat je zal beseffen dat alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn, dat dat eigenlijk al aanwezig is in jouw leven. En geen enkel virus of geen enkel obstakel kan daar op dat punt dan veranderingen aan brengen. Dus het is tijd dat we niet meer afhankelijk zijn van anderen voor het vervullen van onze behoeften. Liefde is er overal, maar eerst en vooral heel diep in jezelf. Praten en je hart luchten, dat kan altijd, ook als je alleen bent. Want uiteindelijk ben je altijd en overal omgeven door prachtige wezens en energieën die jou al je hele leven ondersteunen, die al sedert je geboorte bij jou aanwezig zijn. En ze kennen je beter dan wie dan ook, misschien zelfs wat beter dan jij jezelf kent. Dus geef ze de kans om met jou in contact te komen. Geef hen de toestemming. En wees niet bang, want ze zijn de vrienden waar je eigenlijk zo lang op hebt zitten wachten. Wat je eigenlijk verwacht van andere mensen, maar die mensen die kunnen dat jou nog niet geven of schenken. Of die kunnen niet de persoon zijn waar je verwacht dat ze zijn voor jou. Deze energetische vrienden, die er altijd zijn, als je nodig hebt, die belasten jou ook niet met hun stukken. En begrijp je niet verkeerd. Maar als elke ziel aan zichzelf zou werken, dan zou je dat ook weer spiegeld zien in onze realiteit, in onze wereld. Dan zouden er geen discussies of ruzies meer zijn. Alleen nog liefde, omdat we beseffen dat alle tumult komt van onze eigen gekwetstheden en eigen trauma's. Van onze eigen beperkende overtuigingen. Van onze eigen ego die denkt dat iets zo of zo moet gaan verlopen. En dat zijn de zaken die jou dan weer ziek maken en ongelukkig maken. Niet de ander, het is nooit de ander, maar wel jouw verwachtingen en jouw ideeën over hoe iets moet verlopen. Dus leer dat allemaal los te laten en keer terug naar de werkelijke kern van waar dat leven over gaat. Onvoorwaardelijke liefde, vrijheid, geluk, plezier en onderweg ervaringen opdoen zodanig dat jij als ziel verder kan groeien. Dus bekijk de huidige omstandigheden en bekijk het virus als jouw grootste leermeester ooit. En je zal veel sneller je mojo, je flow terugvinden dan dat je het virus bekijkt als een onzichtbare vijand. Heb plezier en geniet van het leven, want uiteindelijk hebben we niet veel nodig. Kijk maar naar jouw kat of je hond of de kinderen of die van de buren. Het mooiste van het leven ligt nooit in de grootste gebaren. En onthoud dat de kleinste sleutel de kracht geeft om de grootste, zwaarste deur te openen. Nu is het aan jou. Mooi mens. Je hebt alles in jou om het te maken in deze wereld. Elke ziel heeft gelijke kansen. En enkel de bagage is anders.
Dus transformeer de bagage zodat jouw talenten een kracht wordt. En dan is de hemel niet meer jouw limiet. En je weet het of niet, maar kiezen voor vrijheid is een keuze. En de meeste van mijn klanten die willen zich vrij voelen. Vrijheid om te doen wat ze graag doen. Om te gaan en te staan waar dat hun ziel hen naartoe leidt. Dat ken ik. Ik voel het ook. En wellicht is dat ook de reden waarom ze mijn klanten werden. Andere van mijn klanten willen een leven creëren waarin dat ze elke dag liefde voelen. Wat ik ondertussen ook voor mezelf gecreëerd heb door niet meer naar buiten mezelf te gaan zoeken. Nog anderen willen met hun passie en talenten financiële onafhankelijkheid creëren. Want wat het ook is dat je wenst vorm te geven of waar jij je toe voelt aangetrokken, tussen het ontvangen van je doel, van je verlangen en het nu zitten enkele blokkades. Anders had je alles al lang ontvangen. Zo werd het in universum nu eenmaal. Maar wij mensen zijn een specialist in het saboteren van onze manifestaties, net doordat we onze eigen blokkades niet goed zien. Of we zoeken antwoorden waar we ze nooit zullen vinden. En dat is onder andere de meerwaarde om met mij of een andere spiritual coach samen te werken. Of healer, of wie dat je toe aangetrokken voelt. Verschillende klanten hebben mij ondertussen ook al gezegd dat het lijkt alsof dat ze eigenlijk een rechtstreekse lijn hebben met God of met het universum tijdens onze chatmomenten. En hoe komt dat? Omdat klanten die onder andere in het spiritueel leertraject lopen, die mogen me immers 24 op 7 contacteren en dat gedurende 3 heerlijke, diep transformerende maanden. En waarom is dat? Omdat ik ook graag all the way ga. Ik wil iedereen gelukkig zien. Want ik weet dat dit de weg is naar onder andere ook wereldvrede. En ervoor zorgen dat iedereen zich gelukkig en vrij en blij voelt. En eenheid en harmonie, dat komt van binnenuit. En daarvoor krijg je niet meer harde protesten. Dus als je ook wilt, als je ook iemand bent die dat wil teweegbrengen in deze wereld. En die ook die harmonie en die eenheid en die financiële onafhankelijkheid wilt. En die diepe zielsliefde wilt ervaren. Wel, begin dan bij jezelf. Werk dan aan jezelf. En wil je meer weten over het spiritueel leertraject? Super! Ik heb nog 3 plaatsen om te starten in november. Of ben je nieuwsgierig naar wat dat voor jou kan betekenen om met mij samen te werken? Wel, neem gewoon vrijblijvend contact met mij op en dan kan ik je ook alles vertellen, aangepast aan jouw situatie en jouw groei, om te kijken op welke manier dat we kunnen gaan samenwerken. Maar alsjeblieft, laat je leven niet leiden door angst. Maak geen keuzes vanuit angst. En beslis nu voor eens en voor altijd dat het gedaan is om jouw kracht weg te geven aan anderen, aan andere externe omstandigheden. En voor nu wens ik jou en je familie oneindig veel liefde en healing. En ik spreek jou dan opnieuw in de volgende. Daag!